bij Ilio Keijsen, hier ook de gast op Bikemotion Benelux, op de merkstand. Ilio, binnenkort valt er eindelijk, hopelijk, een beslissing in de zaak Keijsen, alhoewel er sprake is van een zaak. Hoe kijk je daar naar uit? Ik kijk wel uit naar die uitspraak. Ik denk dat er al heel lang een uitspraak moest eigenlijk geweest zijn. Dus de laatste 15 november zal er een uitspraak zijn. Dat is ongeveer een week voor de zesdaagse van Gent. Dus ik hoop dat ik daar nog aan de start kan komen. Hoe moeilijk is dat om te blijven trainen? Dat is eigenlijk de hamvraag, want ik kan me dat moeilijk voorstellen. Het is al zo lang gaande en zo lang in onzekerheid. En je wil blijven doortrainen. Hoe moeilijk is dat om dat eigenlijk op te brengen? Zeer moeilijk. Er zijn weken geweest waar ik bijna niet gefietst heb, maar nu natuurlijk met die uitspraak in zicht probeer ik me zo goed mogelijk voor te bereiden op Gent. Stel dat ik zou mogen rijden, dan wil ik er toch klaar voor zijn en daar dan geen slecht figuur slaan. Dat zou dan pas helemaal dom zijn dat ik dan kan koersen en dat ik er dan niet klaar voor ben. Dus dat probeer ik wel. Hoe liggen de kaarten? Kan je dat eigenlijk inschatten? Want je hebt steen goede advocaten en je hebt een heel goed verhaal te vertellen. Maar ja, hoe moet je het inschatten? En zeker ook in de context van de huidige gevallen die er geweest zijn. Het heeft er allemaal wel mee te maken allicht. Hoe moet je het inschatten? Ja, de kans, denk ik, 50-50. Dus het is de rechter die beslist natuurlijk. Zonder die advocaten, vooral Maasschalk Sportief van Steenbrugge voor de rest, kun je eigenlijk niet. Dus dat moet je doen. En dan het verhaal, het is niet echt een verhaal, hè. Het zijn feiten die we hebben, door wetenschappers bevestigd, eerst vrijgesproken. Dus ik hoop dat die rechter mij een beetje steun heeft hier in België. Ik heb een vrijspraak in België, ben dan uiteindelijk veroordeeld in Zwitserland, zonder dossier. En nu ben ik terug in België bij een rechter hier om die vrijspraak te bevestigen en om mij te steunen tegen het TAS, dat in feite er een beetje een lolleke van gemaakt heeft in mijn proces. Ik vermoed dat je op heel veel steun en begrip kan rekenen van de fans en de supporters, want niemand kan het eigenlijk nog volgen en niemand begrijpt het. Nee, het is veel te moeilijk geworden. Ik ben er dag in dag uit mee bezig en ik kan het zelf met moeite nog volgen. Dus het is voor mij zelfs te moeilijk. Dus mensen die er maar zo half en half mee bezig zijn of in heel kleine mate, die kunnen al lang niet meer volgen. Dat is ook een beetje een nadeel. Ik heb natuurlijk veel steun, maar op een bepaald moment zei je daar niks meer mee en wil je gewoon koersen. Tot op de zesdaagse. Ik hoop het. Zeker. Oh ja, zeker dan.